Marije, van harte gefeliciteerd met je gouden medaille op de 5 kilometer. Zou je hem eens aan ons kunnen laten zien? Ja, dankjewel. Nee. Dat is hoor. Nou, geweldig gedaan natuurlijk. En we zijn met z'n allen enorm trots op jou, wat je bereikt hebt. Hoe kijk je zelf terug op deze race? Ja, het was een hele goede race. Ik liet me niet gek maken. Ik reed mijn eigen race. En dat was voldoende. Dus het is leuk. Voor die tijd viel mij op bij het inrijden. Je had een glimlach op je gezicht. Je was aan het meezingen met de muziek die gedraaid werd. Ik denk, yes. Wat ging er allemaal door je heen voor die tijd? Nou, gewoon lekker rijden. En als het gewoon makkelijk komt, dan kan ik een heel eind komen. En dit was natuurlijk echt het klapstuk van dit weekend. Maar als ik terugkijk op het hele NK, heb jij gewoon ontzettend goed gereden. Je hebt meerdere World Cup tickets binnengesleept. Dus vertel daar eens wat meer over. Ja, de 1500 was heel goed. Die werd ik ook vierde. Maar daar reed ik wel 1,5 seconden van mijn tijd af, van mijn PR. De 3 kilometer was iets minder goed. Maar gelukkig red ik het daar ook om World Cup te halen. En vandaag was het een hele goede rit. En nou, volgende week gaan we natuurlijk al beginnen hier in Tielt met de eerste World Cup wedstrijden. Hoe ziet de rest van het programma voor jou eruit? Daarna gaan we naar Kolomna, Rusland en dan naar Kazachstan, Astana. Nou, beloof nog wat. En wat is er maar hoop je stiekem op? Waar ik op hoop? Nou ja, dat ik goed meekom en dat ik mezelf kan verbeteren in die wedstrijden. Nou, als ik dit allemaal zo op een rijtje zet, van in ieder geval een heel positief begin van dit schaatsseizoen. Ja, zeker. Oké, dankjewel voor je reactie.